Dit verhaal speelt zich af in 1917. In een land hier ver vandaan. In Rusland. Op dat moment was de hoofdstad van Rusland Sint-Petersburg. Een stad vol kleurrijke huizen. Maar deze huizen staan nu allemaal leeg. De Russen zijn hard aan het werk om alles te kunnen betalen. Achter de uitgestrekte velden van de stad ligt een prachtig paleis. Een paleis met wel 1000 ramen en gevels met het schitterendste goud. Dit is het paleis van de tsarenfamilie Romanov. Ik ben Anastasia. Anastasia Romanov. Ik lees mijn album. Hierin staan mijn mooiste herinneringen. Kom mee, dan stel ik jullie voor aan mijn familie. Kijk, daar zitten ze allemaal. Dit is mijn broertje Alexei. Hij tekent het liefst de hele dag door. En mijn moeder drinkt een kopje Russische thee, samen met mijn 3 lieve zussen. Dit is mijn vader. Hij is de tsaar van Rusland. Papa is mijn held. Papa vraagt of ik een tekening van mij voor hem wil maken, zodat hij me nooit meer zal vergeten. In mijn album maak ik mijn zelfportret. Vol trots laat ik de tekening zien aan papa. Prachtig vindt hij het. Samen neurien we ons liedje, tot de zon ondergaat. Dan hoor ik knallen. Het zijn de Russen. Ze zijn boos op de rijkdom van de tsaar. En ze laten een enorme puinhoop achter. Papa? Mama? Papa? Iedereen is zoek. Maar dan voel ik een hand. De hand van papa. En net voordat hij verdwijnt, zegt hij: ren zo ver je kunt. En na een tijd val ik uitgeput en eenzaam in slaap. Een mooie dag breekt aan. De zon schijnt en de vogels fluiten. Maar ik ben nog steeds alleen. Ik denk aan papa. En plots denk ik aan ons liedje. Weet dat als je het aangaat, als je het steeds weer probeert. Zelf zult verbazen wanneer je je angsten trotseert. Zorg dat je nooit op de vlucht slaat, maar ren het gevaar tegemoet. Hé, wat is dat nou? Dat is een Matrushka-poppetje. Nu ben ik niet meer zo alleen. Oh wauw, kijk nou, het poppetje kan open. Er zijn er nog veel meer. Een hele familie. Mijn nieuwe familie. Allemaal lachen, jongens. Je kunt alles bereiken als je...